lekker. Ja, Jan, daar zijn we dan. Maar jij niet, hè? Nee, Jan kon niet vanavond. Jan moest het poesje blijven aaien. Jan heeft een nieuw poesje. Dus ik kan er helaas niet bij zijn. Dan moet ik alleen het doen met Arjen, die nou de camera bedient. Jan heeft die ook wel heel leuk is, hoor. Ja, die wel heel leuk is. Jan heeft deze nog niet gezien. Dat is onze hanging barbecue. Daar gaan we heel veel plezier in beleven. We hebben daar wat fik in voorbereiding. Een vuurtje voor Arjen die last heeft van de muggen. De Dutch oven gaat dadelijk aan. Hier is de EcoZoom in vol bedrijf. Daar zitten we, zijn wat mais in aan het koken. Komt zo. Maar we gaan iets... We gaan knallen. Dat had ik Jan al beloofd. En ik had ook beloofd, omdat hij dus niet kon, dat ik er een filmpje van zou maken. We gaan knallen, namelijk met oesters. Die gaan we gewoon... Beginnen we met één of... Ja, iedereen, denk ik. En dan gaan we er 12 met z'n tweeën opeten. En de bollenkant moet onder, hè? De bollenkant onder en 2 minuten, ook niet langer. En dan zou die open moeten knallen. Dus we gaan het zien. Ik vind het wel een heel mooi ding, die hanging maskers. Nu al, hè? Ja. Dat is echt een fijn ding. Ik kan hem ook verstellen. Ja, dat kan. Dat kan pas op, zo'n knalt dat ding. Pas op. Ja, dat zeg je goed. Hetzelfde geldt, knalt die. Dit moet je niet doen, dit wordt nu heel heet. Dat wordt heet. Goed. Oké. Oh, dat leg je daar. Oh, je legt het soort van erbovenop. Oh, ja, dan, kijk. Ja, dan wordt het minder heet, zie je? Oh, dat is daar ook voor, zie je? Ja. Er zit zo'n dingetje bij, een bovenopleggertje. Dat is goed. Goed bedacht. Nou, we knallen alles behalve. 2 minuutjes, denk ik. Dat vocht van die oester moet natuurlijk een beetje gaan koken. En dan komt er zo'n druk op te staan dat als het goed is, dat die dan openknalt. Dus... Kijk, het vocht loopt er nu uit. Ik denk wel dat je er muziekje onder moet monteren, want ik denk dat het vrij saai is. Muziek. Dat was vroeger bij de lottoballen. Popcorn. Pop oysters. Er staan wel naar mij gericht. Ik weet niet hoe ik dat heb plannen. Zou ik hem lager moeten hangen? Nee, ik laat hem gewoon even gaan, dat komt wel goed. Het kan natuurlijk geen kwaad lagen, want nu zat hij te garen. En ja, het doet op zich niks, hè. We zijn nu 3 minuten aan het filmen. 3 minuten. Nou, dan werpt dat toch de vraag op, worden wij hier voor de gek gehouden door... Wie heeft het bedacht eigenlijk? Legio mensen. Zit het op internet? Legio mensen, ja. Op het is nu 4 minuten 20. Heb je al gekeken op internet hoe lang het duurt? 3 minuten zijn het. 3 minuten? Doe dat nou niet. Laat hem nou op zijn. Och, jongen. Wat zou je doen, hè? We gaan zo staal smelten. Brood heeft vooral bovenwarmte. Zit er wat in? Hè? Zit er überhaupt wat in? Nee. Dat gaan we zo doen. Dan even die oven voorverwarmen. Doe je toch thuis ook? Maar is het gelul met die oesters? Ik denk dat het gewoon één grote fabel is. Is het zo, denk je? Ja, dat gebeurt inderdaad niet heel veel. We zitten nu op 6 minuten 01. En veel lager kunnen deze oesters ook niet, hè? Oh, maar die is open, kijk. Ze zijn allebei open, ze zijn misschien al lang open. Misschien hebben we dat helemaal niet gezien. Maar ze zouden omhoog springen. Ja? Misschien hebben wij gewoon iets gemist wat we... Kijk, ze zijn al lang open, maar ze hebben gewoon niet heel veel spectaculairs gedaan daarbij. Dat zal het zijn. Ik dacht dat ze niet vers waren. Nee joh. Vanmiddag gelegd. Meteen boos, hè? Gelijk boos. Kijk. Ze waren gewoon al open. Stom. Ja. Zit er nog wel iets in? Hij zal wel droog zijn nu, denk ik. Ik heb er gerust een sausje bij. Lekker met het gras erbij. Ja, dat maakt nog een stuk uit. Ik begin eerst gewoon echt met die oester alleen. Ik denk dat die heet is. Ja, dat denk ik ook zomaar. We hebben gewoon veel te lang gewacht. Hij was al open, we hebben gewoon niet goed opgelet. Dat zal het zijn. Nou, hij valt nog niet dood neer, dus het zou wel eens kunnen werken. Dus. Nou, moet je nog wat zeggen tegen Jan of zeg je nou eens maar nooit weer? Op deze manier smaakt een oester verdacht veel als een mossel. Ja. Ja. Ja.
heb ik toch liever een mossel of een rauwe oester. Scheelt ook een beetje qua geld. Ja, het is een dure mossel dit. Ga nog een keer proberen. Nou fijn, dit was 2,50.